parlementariër Rashid Doekie heeft zich vandaag persoonlijk georiënteerd bij dit bedrijf. Het personeel van EBS was vanmorgen namelijk in beraad. Doekie is de mening toegedaan dat elke staking slecht is voor het land. Volgens de parlementariër moet het EBS-personeel bij hun acties ook rekening houden met de situatie van het land. Suriname is in een dip en dat moeten ze niet uit het oog verliezen. Verder moeten ze ook kijken naar de situatie van het energiebedrijf zelf, geeft Doekie aan. Na 40 jaar is EBS in belangstelling van een ieder, vanaf Moesje tot de president. Maar wat is gebeurd in die 40 jaren? Dan moeten we nu gaan kijken, hebben wij te veel? Want u weet, toen Parmeser hier kwam, moest hij 80 en 2000 en 1 miljoen auto's intrekken. Chimete reizen, deze reizen, dat reizen. Moeten we gaan kijken, nu als echte Stranamang, hoeveel mensen zijn er nodig, ja, wetenschappelijk, internationaal bekeken, om zo'n bedrijf draaiender te houden? Hebben we te veel? Moeten we inleveren? Hoe komt het dat jij stroom betaalt, ik stroom betaal? En wanneer je bij Kerpelaan niet werkt, kan je ook niet met de ijskast weggaan omdat je erop hebt. En dit gedrag heeft gemaakt in het verleden dat grote bedrijven, ja, in het land kapot zijn gegaan. Laten we naar Wageningen kijken. Je record op hebt. En zolang je leeft, gaan je kleinkinderen, overkleinkinderen, alle soort gratis vlees, gratis rijst, gratis melk, gratis alles. Een keertje raakt dat ergens op. Dus we moeten gaan kijken hoe het komt, ja. Dat mensen die bij EBS werken, vrienden van me ook, Erko, draaier, die alles, als aan de een keertje moeten we gaan kijken, ja, moeten we. Ik heb mijn persoonlijke mening hierover. Wanneer jij al de zaken die jij wil, als sociale voorzieningen, heb ik geen bezwaar, behouden. Maar wat ik wel ga doen, overtallig personeel ga ik wel wegsturen. Het personeel merkte de parlementariër op en maakte van de gelegenheid gebruik om hun geld te spuwen over de situatie. Doekie hoorde hen aan en zei dat er een middenweg moet worden gezocht. Ik ben straks bij de president. We gaan kijken hoe samen we kunnen doen samen. Misschien moeten we deze zaak EBS. Het komt ook op de agenda hoor. Ik hoorde de voorzitter zeggen. Laten we ook in het DNA kijken van we gaan los aan problemen. En veel dingen kan ik ook niet. Ik ben niet hier gekomen namens niemand hoor. Namens niemand. Ik zag de drukte en ik ben uit mijn eigen gestopt. Zo moet je het zien. Dat is eigenlijk voor je van Warang, van Braza en vragen. Laten we alle verstand bij elkaar houden. Laten we dit ding niet kapot maken. Maar ik begrijp ook, u mag ook niet kapot gaan. Dus, we moeten middenweg zoeken. Ja? Ik zeg een gek ding. Hoe weet dat we zoeken aan 500? Dat is ook iemand. Ik was er aan het maken, met een 300, op die wijze van spreken, een soort gebaar en binnen ander termijn dan we lopen. Aldus NDP-parlementariër Rashid Doekie heeft zich vandaag georiënteerd bij de EBS. Het personeel was niet gecharmeerd van de reactie van Doekie en joodde hem uit.